Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om te gaan vissen. Let's go. Het is weer tijd. De hoogste. En wat hebben we daarvoor nodig? Ja, visengels. En? En toebehoren. En snikijs. Snikijs. Snikers. Maar ja, we hebben ijs nodig. We hebben frikandellen nodig. Brood voor ons magie. Brood voor ons andere magie. Pindasaus. En natuurlijk het allerbelangrijkste. De Nederlandse vlag. Ja, voor op de boot, zodat Precies. ze kunnen zien dat wij uit Nederland komen. Precies. Maakt geen flikker uit. Maar, wat wel uitmaakt, is de moois. Met baking soda. Dit is de goedkoopste manier. Baking soda. Paneermeel. Paneermeel. Om te gaan vissen. Ja, want dat moet je bij elkaar mengen. Beetje water erbij. Maak je klompje. Gaan we zo maar uitleggen alsof we professionals zijn. Zijn we niet. Zijn we niet. Dus maar wat ik wel weet is dat we een spiegel gaan vangen. Spiegeltje. Ja toch? Achter de boot. We gaan een spiegeltje vangen. Trouwens, heb jij tips voor ons? Hoe we makkelijk en snel vissen kunnen gaan vangen? Laat het weten hieronder in de comments. Wat is nog meer leuk om op te vangen, op te vissen, op te doen? Laat weten, want we zijn gewoon echt amateuren. We doen het nu al 2 jaar voor de lol. We snappen er nog steeds niks. We hebben de vispas 2021. Zeker. Juist. Nou, daar zitten we dan, hè? Daar zitten we. Lekker onderweg. Op de boot. Op zoek naar een mooie locatie om even te kunnen vissen. Ik denk dat we wel een mooi plekje weten. Dat denk ik ook. Ons vlaggetje moet even uitklappen. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. Dit is decoratie. Decoratie. Hè? Lekker wapperen. Ja. Ziet er vrolijk uit. Visengeltjes aan boord. Alles hebben. Broodjes, snickertjes, snikheet. Alles. Helemaal top. Het is tijd om de hendel naar beneden te trekken. En dan lekker genieten van het geluid. Kijk eens, daar komt de vlag al. Is in zicht. Dit is wel een mooi plek, Jordi. Dit ziet er leuk uit. Ben jij er klaar voor? Ik spring eruit en jij vaart tegen de rots aan. Oké. Okay. Iets meer naar links, hier liggen stenen. Oh shit. Ja. Oh. Ja hoor. Ik ga ook zo helemaal naar achter, zodat die extra omhoog komt. Alsof die paal ervoor gemaakt is, hè? Alsof we hier vaker zijn geweest. Zoals hier een ondergronds kampvuur, wat niemand weet. We hebben geen aanmaakblokjes helaas. Maar pyrotoortjes. Dat werkt ook. Dat gaat zeker wel lukken. Dat wist ik niet eens. En was ik aansteker vergeten. Van Ties. Hey, Ties is weer zijn aansteker. Wanneer kom je hem nou weer ophalen, Ties? We hebben nu een bootje, je aansteker. Precies, wanneer kom je nou een keertje langs? Spam Ties even helemaal vol. Want ja, we kunnen hem ook appen, maar dan hebben we geen zin in. Het is leuk om hem gewoon vol te spammen. Eerste worp van het jaar. Ja, dat is echt zo. Ja, echt. Geen grap. Gooi hem uit. Oh, wel heel ver. Nou. Op zich. Oké, hoe moest dit? Zo houden. En dan totdat je hem voelde. En dan een beetje. En dan een. En dan een tik, ja. En dan erin prikken. En dan wachten. Piepertje eraan, die hebben we niet. Ik wou zeggen, hadden we niet. En ondertussen hebben we hier een klein feestje voor de kooltjes. Wat een harde grond dit. Harde grond. Ja, maar hij moest zo laag mogelijk, of maakte dat niet uit? Ja, je moest hem zien bewegen in één keer. Ja, hij zit aardig op spanning. Maar we vangen er easy een. Makkelijk. Komt goed. De bitterballen liggen erop. Jij bent bezig met de popcorn. Bitterballen? Dat is het dessert. Oh, wow, ik dacht dat het die hengel was. Oh, dacht je? Die hoor ik al. Jij bent bezig met hengel 2? Ja, hengel 2 prepare. En jij zegt met deze hengels zijn de meeste gevangen. Ja, want die is helemaal krom. Helemaal krom. Ik hoop het. Ik hoop het ook, dat we bouwt iets vangen. Ja, dat moet wel. Dat is de eerste pis van dit jaar. Moet goed komen. Het is wel weer priegelwerk en gedoe. Maar, als ze erin liggen en je hebt je frikandelletje op een broodje. Dan ben ik al blij. Dan ben jij heel blij. De frikandelletjes zitten er lekker op. Maar Sven is hier wat geks aan het doen hoor. Ik ben even de ramen even goed schoonmaken. Met de mooie Perfect Glass Cleaner van MacWiseCarsView.nl. Nou, proost jongens, op een goede vangst. Let's go. Dat is nog ineens op joh. Ondertussen zijn we heerlijk aan het eten met een lekker broodje. Met, nou ja, tenminste dit is de theesaus en een broodje. Hier al met de frikandel. Tenminste, ik heb hem hier neergelegd. Maar helaas hebben we nog niks gevangen. Ondertussen is Koen bezig om hout te fixen voor het vuurtje. Maar ik hoop dat we iets vangen vanavond. Het hout zoeken gaat beter af dan vissen. Zeker. God, ja, maar dat lukt altijd bij ons goed hoor. Ja, dat is waar. Dat is, Het zijn wel mooie stronkies. Liggen allemaal afgezaagde stukjes. Nou, hier maken we even een kel. Oh nee, daar. En dan kunnen we gaan... Er zat al gisteren een kel hier. Niet van ons. Jawel. Ja, bonnen.
politie aangekomen. Hoe zeg je dat? Is dit de waterpolitie of? Ik heb geen idee wat het is. Nou, dit horen we vaker aan de helikopter. Ja, niet goed. Op de grond. Ja, ze hebben een leuk nieuw speelgoed. Ja. Nou, Carrerootje. Lekker. Of Mexicano, wat is dit? Iedereen vaart hier gewoon hard. Hij heeft ook een Nederlandse vlag. Hé, hey, wat vind je van onze Nederlandse vlag trouwens? Wat vinden jullie van onze Nederlandse vlag? Ja, die is mooi man. Dat is goed, hè? Ik vind dat leuk, ook een vlag, maar ik heb nergens een vlag houden. Wat heb je nou weer in je tasje? Sushi. Oh, dat zal eens niet. Vies Bob. Je hebt een mooi idee. Ja, dit is een mooi idee. Je moet even hout op tikken. Je ziet eroverheen en dan gaan we het hier vandaan, jongen. Houd erop. Yeah. Vloeibaar aanmaak hout. Niet gebruiken. Nee, dus... En ze komen gewoon aan met sushi hier, joh. Moet je kijken. Dat is luxe. Ik denk dat we vanavond niks gaan vangen, wel een mooi kampvuur hebben. Ja. Nou, we kunnen ook gewoon zeg maar, dat in de hengel gooien, dan heb je ook vis gevangen. Maar... Ja. Nou, eet ik hem nog op ook, hè? Ja, daarom. Het is zover. Het feest kan beginnen. Want het wordt koud. Lekker frikandelletje erbij. Wat zeg je? Het feest kan beginnen, hoor. Frikandel fucking pikante of Carrero, ik weet niet wat het is. Oh ja, die zit heen, man. Kan nu? Ja, hoor. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan. Kijk eens. Kijk, dit is mooi. Hans no. Klok hier, hoor. Dat is nou. Onze V6 laten horen. Holy shit. Nou, de soundtest. Wat een vlag, hè? Kijk hem gaan. Kijk die vlag erachter. Hij wordt ook gewoon niet zachter, hè? Je hoort hem gewoon. Holy shit. Ja, dit is zo hard. Kijk hem gaan. Je zit midden in de nacht, dus echt heel de wijk wakker, denk ik. Midden in de nacht, hè? Ja. Dit. Zo, dan is iedereen wakker. Ik denk echt, als mensen dit horen, die denken echt een powerboat met 700 pk of zo. Maar het is gewoon een open uitlaat zonder demper nu. Open uitlaat, dit V8, dit is gewoon harder. Dat is niet normaal. Dit is zo hard. Dit is open uitlaat, dat is voor je horen. Dit is gewoon drie keer zo hard, man. Komt u maar. Yo. Ja, dit is normaal, hoor. Zo, het is nu nog harder dan vanmiddag. Het is echt heel hard. Dit is nog harder. Hij is nu koud, dus staan jullie al lang. Ja, het is heel vet. Mag ik ga daar achter staan. Hé hey joh, jij zegt ik laat hem er even opnieuw, ik ga hem er even opnieuw inwerpen. Ja, want maar het is eraf gegeten. Zo, dit is warm. Water. Ja, moet je voelen hoe warm dat kooitje is. Nou ja. Zo gek. Maar hij is er wel af. Ja, en dit is echt te kleierig. dat moet inderdaad uit het kooitje gaan. Ja, dat moet uit het kooitje vallen. Nou, opnieuw. Nog proberen. Ondertussen gaat Koen er vandoor daar met die leuke, wat is het eigenlijk, een luidspreker of noem je zo'n ding? Ja, zo'n megafoon. Oh ja, megafoon. Nou, wij zijn bezig met het vuurtje yes. En we hebben twee keer hengels opnieuw ingegooid. Ik hoop dat we nou wel iets vangen. Nou, het kampvuur is sowieso wel al gelukt en nu nog de vissen. Alleen als we hier zitten zien we niet de hengels, dus dat is wel een minpuntje. Vuur uitmaken op de kant. Ik nou. Herhaal, het vuur uit op de kant. Nou, in ieder geval Koen... Je de vispas. En Koen is ook aanwezig. We zijn weer gearriveerd. Oh. En wat was er met de sleutel? Die zat ergens in een veilige buurt in de deur. En heb de geinbakkie? Nee, hadden we niet in de auto. God non. Nee, we hadden een olievat van 30 liter, maar ik denk dat je daar niet met je handjes bij wil. Ik weet wat daarin zit, dus nee. Precies. Maar die was wel leuk op het vuur, eerlijk. Oh ja, waarom meteen die 30 liter kwijt? Precies. En nog meer boetes op ons naam. Nou, gaat goed allemaal, jongens. Content nodig, doei. Hey, het is ons wel gelukt om vuur te maken, maar nog geen vis. Hey, wat wel slim is als we daar zitten, dan zien we de hengels niet meer. Dus eigenlijk moeten we dit verplaatsen naar hier. Ja. Eigenlijk wel. Ben is bezig om goud te zoeken. Ja. Geld nodig. Nee, wat is het idee van dit? Nou. Want we hebben hier natuurlijk een lekker vuurtje, maar... Als we hier zitten, ik ben aan bijna. Als we hier zitten, kunnen we de hengels niet zien. Nee. Wat hoor ik? Airdrop. Vliegtuig. Of ook een B20 zonder demper. Dat klinkt wel harder, hoor. Dit doet me echt denken aan die gasten die een zwembad maken. Ook met zo'n stok. Ik ga morgen geen zwembad hier aan. Nee, dan ben je flink hakken. Het is wel dit geluid. Ik ben al versneld.
Nou, daar komen ze. De rollen gaan daar erin. Ook niet handig op blote voeten. Kijk, vissen hebben wat warmte nodig, denk ik. Zo, omdraaien. Hier blijven. Hier spreekt politie. Geen navigatieverlichting. Verzoek is vriendelijk het meer te verlaten. Nee. Kijk hem de bocht maken ook. Ja, goed dat u die kant op gaat. Dus ik bakboord. Hij keert ook echt. Nee joh. Hij keert echt. Het kan wel wat sneller, alsjeblieft. Deze man. Zeg even dat grapjes. En dan muziekje. Hallo, je kan gewoon blijven hoor. We zijn voor Nederland. Hij maakt echt gewoon die bocht, hè? Ja, hij maakt mensen echt bang, hoor. Hij schrok echt die gast. Het klinkt echt zo, hè? Ja, maar het klinkt echt zo. Ja, het klinkt echt lekker. Ja, en dat slechte geluid ook een beetje, het kraken of zo. Het vuurtje is echt wel gelukt. Hij ziet er echt heel mooi uit, moet ik zeggen. Holy. Ondertussen hebben we 10 vissen gevangen. Ja, maar alleen hebben helaas net niet kunnen filmen. Dat is jammer. Ja. Je zit ze wel in de tunnel. Ja, het is echt kut, daar ben ik van. Nog niet. Geeft de moed. Maar je nooit wordt ook steeds zand bijgegooid, hè? Ja, kijk, als die, ik ben geen visexpert hoor, ik zeg het ook heel dom iets of zo, maar er wordt hier steeds zand bijgegooid. Als die vis hier eerst willen zwemmen, dan ligt het helemaal zand. Misschien gaan ze dan weg of zo. Ze zullen er niet onder liggen. Ja, maar er liggen wel doden verderop. Ja. Dus maar ik denk oprecht inderdaad wel dat je een beetje gelijk hebt. Want hier al wordt gewoon zoveel gewerkt en gedaan. Ja, omdat die vissen te geluid is. Hoor. Ja, precies. Misschien moet ik nog verder gaan. Wij lopen hier ook te schreeuwen met die toeter en shit. Of die en met die boot. Ja. Ja. Ah, het is niet heel gek inderdaad. Nee. Het vuur is heerlijk. Ja. En nog steeds geen vis. Helemaal niks. Maar jij zegt ik ga gewoon dat ding ziek ver gooien. Ja, en aan die kant op denk ik dit keer. Andere kant? Nee, wacht, we hebben ons kampvuurtje net zo mooi hier ook. Ja, precies. Ja, we hebben het net verplaatst naar de van hier. Nou, het zit er nog wel aan, hè? Ik heb ook nieuw, hoe heet het, gemaakt? Nieuw lokvoer. Hoe gaat het met Mr. Sirene? We gaan even door, mannen. Jojo. kan zeggen, oh shit. Ik kan ook oproepen voor je speelt. Oproepen? Ja, ga ik ze oproepen? Roep die vis maar even op voor ons. Jezus. Kom even, we hebben wat nodig hier. Nou, ik gooi hem even naar de overkant. Naar de flat. Naar de flat. Nou. Alle kanten. Oké. Nu komt de powerwarp hoor. Ik doe hem niet te hard, want dan hebben we weer het gezeur dat hij weer breekt ofzo. Ja, dat je je zakje leeg gooit. Of je de bakkie. Korfie. Gas. Oh. Metertje verder. Niet heel ver. Nee. Maar wel verder. Nee, ik denk echt wachten weer. Dat denk ik ook. We hebben geen muziek. Oh jawel, radiootje. Gas! Ja! Ik heb het vuur ook even stage 2 laten maken. Dan gaat de waterpolitie weer. Jeez, wat een muggen, jongen. Heren, wat zijn jullie aan het doen daar? Dat mag niet. Dat doet er dan 300 euro. Niet waarom wij niks vangen. Niet? Nee, ik ook niet. Goedemorgen. Nou. Opgehaald worden uit Smallham. Heren, fijne avond, wij gaan ervoor varen. Yo! Flat, slaap lekker allemaal. Wat een gekkies. Het lijkt net zo'n camping, ja, dit, het is hè? Echt niet normaal. Maar deze gasten die zijn ook gewoon. Nee, die zijn gek. Ja, maar eerlijk, ze werken allemaal, hè? Ja. Zonder graf. Ze zitten niet thuis met een uitkering. Dat kan niet, maar ik bedoel, ze werken wel voor een bootje. Ja, zoals vandaag, die gast die helemaal dronk. Oh, dat hebben jullie niet gezien. Nee. Maar dat was een jochie. Ja. Dat was niet normaal. Maar die staat bij Kippiepan gewoon te werken. Ja, dat was echt mooi. En we hebben een glaas broodje gehad. Ook nog, had hij ook nog gezegd met z'n dronken. Gooi nou een steen? Oh, ik dacht dat daarom vangen we niet. Kijk. Oh joh, je bent lekker die bolies aan het maken. Kijk. Ik was een bolieapparaat. Jezus. Yo. Steek die fakkel aan eens. Kijk. Nu komt het hoor. Het is wel een mooi fakkeltje hoor dit. Nou, mooi fakkeltje. Je hoort het zo hard hè, dat ding. Ja, het is echt fel hoor dit ding. Kijk eens jongens, we komen net aan. Ja, willen we door de sluis? Ik denk het niet toch? Nou, we kunnen hier ook, dan zet ik hem uit. Wat een rust. Wat een rust. Nou, daar zijn we weer jongens. Leuk. Heel leuk. Viskoffertje, bootverlichting aan de achterkant. Sven die een aasje eraan hangt. Lekker. Muziekie bij een sluis. Als we nu niks vangen, werkt het ook niet meer hoor. Ik zou even kijken bij mijn dingetje of daar nog wat ligt. Word je gehapt? Ja, aanbeet had ik. Ja? Ja. Ik zie hem. Kijk hem hier. Kijk. Ja. Zie je hem? Wow. Ja, die hem ik weet het niet. Zo, dat was een flinke. Nou,
Nog een keer dat beest. Oké. Okay. Goh, en dit ding ligt er ook gewoon nog buiten liggen. Zo. Ja, ze zitten er wel hoor. Zag je? Ja. Ik weet niet of je hem op beeld zag. Nou, nu moet je valt hem aan. Nu moet je hem binnenhalen. In één keer had ze je dat ding. Viel die hem aan weer? Nee, dat was zeewier. Och, wat een spanning. Je voelt echt als hij hakt, dan voel je dat, dat spartelen. Dat spartelen, ja. Ja, ik denk hij heeft hem al gevoeld, dat haakie. Dat hij denkt, hier trap ik niet in. Hier trap ik niet in. Jij het aanbeet. Mijn hengel ging bij het water in, hè. Tering. Oké, we hebben al twee keer aanbeet gehad. Ik één keer en jij één keer. Zo. Nou, weer vullen, nog een keer dezelfde plek. Dezelfde weet plek. Je ongeveer waar het was? Ja, zwarte gedeelte. Top. En nog steeds niks. Ik denk dat we er een einde aan moeten breien. We dachten nog als grap. Een klein visje bij de auto. Maar zelfs die komt er niet aan. Ik ben nu, ik weet niet hoe lang, al dit is echt aan het niet normaal. In het water. Mijn hengeltje ligt al in de boot ingeklapt. Maar met het dobbertje had ik echt wel hoge verwachtingen. Nog voor een mini vorentje. Ja, bijna 3 uur 's nachts, jongens. Het is echt triest hoor, dit. En er gaat echt wat fout. Ja, laat even weten wat. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja. We zijn niet meer zo enthousiast, nee. Maar we zijn heel erg moe. We doen alles later. Voor een mooi hulpje. Later. Nou, en het zou mooi zijn als hij in één keer omgaat nu nog. Maar dat doet hij niet. Later.